Er was eens een familie met hele bijzondere krachten in het dorp Rancho Cucamonga. Maar die superpowers mocht de familie sinds 4 maanden niet meer inzetten. Hoe het zover is gekomen, dat ga je nu zien. Ooit was de superfamilie heel handig voor in het dorp. Maar de burgemeester had er geen idee van. En op een dag besloot hij zomaar om mensen met superpowers te verbieden. We zijn alles verloren door die man. Ik zie het niet meer zitten zo. Jongens, ik denk de burgemeester. Is er iemand? Hallo? Wat doen jullie hier? Jullie zijn hier illegaal. Bewakers! Kan ik even open doen? Oké. Hallo, is het my wine-up soup band, Freddy Frikandel? Ja, ik had inderdaad frikandelletjes besteld. Iemand een frikandelletje? Kan iemand mij de saus aangeven? Oh, jammer. Hij is koud. Oh, dat regel ik wel. Oh, best handig. Nou, zullen we dan weer verder gaan? Hou eens even. Wat als ik jullie krachten eens goed zou kunnen gebruiken?
De burgemeester besloot de regels te veranderen voor mensen met superpowers. De familie kon daardoor weer goed werk verrichten tot blijdschap van het hele dorp. En de burgemeester zette ze soms zelfs in als special force bij het jaarlijkse Frikandellen Festival. Nee. Op een gegeven moment kan ik natuurlijk ook gewoon niet meer, hè? 3, 2, 1, actie. Nee, nu niet meer. Dat is gewoon niet grappig.